Oh nee, dit is zo broed. Wee. No, 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 no. Ik stream vanaf mijn PC. Het is mijn PC-versie van Super Meat Boy. Ah, bla, 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 bla. Oh, wat fijn. Met X-Split. Ja, we hebben gisteren een beetje een discussie erover gehad hier. Dat streamen met een emulator, dat het no-go zou zijn. Omdat het, ja, omdat eigenlijk als je iets gaat streamen... Iets gaat streamen met een emulator, eigenlijk is het piraterij. Omdat je er niet voor betaald hebt. En je verspreidt het. En het is eigenlijk ook iets waar je zelf aan moet denken. Want... ieder heeft weer zijn eigen gedachten ervan. En ik vind zelf, ieders gedachten erover moet je ook respecteren. Maar het is ook hoe je er zelf bij instaat. Ik vind zelf, als je... Stel dat je het spel dat je... Ik speel alleen op een emulator. Spellen die ik echt alleen gehad heb, vroeger. Of nog steeds heb, wat ik echt voor betaald heb. Maar niet om te streamen, zeg maar. Alleen dat ik gisteren heel even Star Fox gedaan. Waar niks anders doen had. Even kijken. Oei. Dit is nog wel een van de leukste levels met die portals. Dit is ook zo'n nasty level. Het broed van het weer. Ik vind het wel baas wat Nintendo heeft gedaan met de 3DS. Dat als je een R4 in je 3DS doet, dat automatisch je 3DS blokkeert. Nou, gelijk hebben ze. Ik vind eerlijk gezegd dat piraterij naar de shit. Dat het de industrie verkloot. Waarom denk je anders dat het DRM is van Ubisoft en al die zooi? Dat je online moet samen te save en al die meuken. Online authentication. Kom allemaal omdat het een piraterij is en
Met een DVD-recorder. Of met bijvoorbeeld een Dazzle. Dazzles zijn 60 euro of zo. 60, 70. Dit is zo'n kut level hoor, sorry. Excuses. Scheidsziek worden. Niet die hapjes. Dat zijn echt de meest irritante dingen die je hebt. Oh, Abba hangen. Raids incoming. Raids incoming. Can you feel it? I can. Jongen, dat gaat toch niet lekker, jongen. Ga nou eens even gezond doen hier, ook. Ja, want dat zit het helpt toch niet. Wat is dat nou? Wat? Wat? Jongen, what the fuck? Take a chill pill, bro. Take a chill pill. Robin, soms zijn discussies juist goed. Dat zijn iedereen. Ja, ik moet zeggen. Ik wil zeggen dat iedereen dan dood kan gaan, maar dat iedereen gaat niet dood. Ik ga zelf dood. Ik ben een beetje. Jongen, what the fuck! Wat voor de honger! Iedereen heeft zijn eigen meningen en standpunten. En ik vind zelf, als je in een community zit zoals dit, iedereen mag zijn eigen mening zeggen over dingen. Zolang het maar niet kwetsend wordt. Iedereen die een mening hebt, die moet het uit. Want als we een discussie gaan blokkeren, het is eigenlijk dat iemand zijn mening niet kan geven. Het is censuur, Robin. En in Nederland hebben we al genoeg censuur. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Dit is nog wel de nastieste van de nastieste.
Ik geloof in Ben. Ik zal jullie het zo zeggen, toen ik meedeed met de ARG voor Majora's Mask. Van Haunted Majora's Mask. Ik was er zeg maar bij vanaf de start. Ik dacht echt dat Ben echt was. Dat het echt, het werd zo echt gedaan. Het was echt zo goed geschreven en zo goed met de video's. I was scarred for life. Oei. Ah ja, dat kan helemaal niet. Even wachten. Maar op zich, ik vind... Als je iets gediscussieerd moet worden... Gewoon lekker laten discussiëren. Stel je standpunten. Luister naar andere standpunten. Want discussies... zijn goed. Dat doen ze in de Tweede Kamer, doen ze het ook altijd. Over discussiëren. Gaat ook vaak nergens over. Jongens, what the fuck? Ik ga ze iets gooien, want dat is echt nodig. Maar dat is een virtual console, dat heb je gekocht. Dan heb je... centjes voor neergedokt. Fuck! Godverdomme! Wat is dit nou, joh? Sorry. Rage. Zoveel rage. Zurk race. Zurk. Wat is dit nou, man? Daar word je toch niet vrolijk van? Daar word je toch gek van? No. Rot op. Rot op. Ja, het is... Eerlijk gezegd is het na 12, maar het is... op een andere manier. Ik ga even een glaasje water halen. Voor de rust. Voor de rust. Kijk, 2 seconden. Over 2 seconden ben ik terug.